In de volgende stappen gaan we uitleggen hoe je kunt controleren of de opnamerecord nog wel online staat. Allereerst sluit de monitor aan en de muis op de opnamerecorder. U kunt de monitor aansluiten door middel van een HDMI of een VGA-bekabeling. Als u zover bent, dan kunt u met de muis naar onder toe gaan. Hier ziet u een menubalk tevoorschijn komen. Klik dan op het meest linker icoontje. We gaan dan naar Setup toe. En we vullen hier uw wachtwoord in. Het standaard wachtwoord is Secure12. Als u dit gewijzigd heeft, vul hier dan het gewijzigde wachtwoord in. Hier ziet u 6 vlakken tevoorschijn komen. We gaan dan naar Network toe en klikken vervolgens op General. Het is belangrijk dat hier ook DHCP aangevinkt is. Als dit niet aangevinkt is, zorg ervoor dan dat het aangevinkt wordt. Op het moment dat het IP-adres 192.168.1.100 is, dat is dus een standaard IP-adres. Het kan zijn dat de recorder dan niet correct is aangesloten. Controleer dan ook aan de achterzijde van de opnamerecorder in de WAN-aansluiting of het groene en het gele lampje knippert. Als deze niet knipperen, zorg ervoor dan dat u de modem controleert of de router of de switch waarop de recorder is aangesloten. U kunt ook proberen om tijdelijk even een andere kabel te proberen. Soms gebeurt het nog wel eens dat een kabel niet correct is.